Welkom allemaal bij Dynamite Magic Shop Product Update nummer 122, december 2020. Het is vanavond al kerstavond en uiteraard hebben we weer een hoop nieuwigheden te melden. Waarvan ik hoop dat ik ook een aantal echt kan laten zien. Nou, ik heb het al eerder gezegd in andere video's. Ik heb geen assistentes, ik heb geen publiek. Dus de keuzes die gemaakt moeten worden, moet ik zelf maken. Dat is natuurlijk niet zo eerlijk als dat ik iemand echt zou kunnen laten kiezen. Maar ik kan je garanderen dat alles wat ik hier doe, nou ja, behalve op de trucs die ik doe, eerlijk verlopen. Laat ik het zo zeggen. Ik moet natuurlijk wel dingen uithalen om trucs te laten slagen. Maar alle keuzes die gemaakt worden, waarbij een keuze gemaakt wordt, die zijn ook fair. Laat ik het zo zeggen. Dan beginnen we meteen met iets leuks. Any Minimals. Super grappig. Ik laat het filmpje even onder in beeld zien. Want dit zijn namelijk ballonnen. En die ballonnen kun je veranderen in kleine ballonfiguurtjes. Dus even voor het idee. Je begint met dit. En dat verandert in bijvoorbeeld dit. Een klein hondje. Dat kan bijvoorbeeld het idee zijn. Dus dat moet je je voorstellen. Stel voor je pakt een blauwe ballon bijvoorbeeld. Je kunt die dan namelijk, even kijken als je hem zo knoopt. Oortjes, voorpootjes, achterpootjes, mondje, neusje. En zo zou die moeten kloppen. Tenminste, dat hoop ik. En als het goed is, als je het goed bekijkt, is het nu een konijn, zie. En dan heb je een klein konijntje. Nou, dat is eigenlijk het idee van Any Minimals. Je krijgt in de starter set, die bijna uitverkocht zijn op dit moment, ze vliegen echt de deur uit. Op dit moment dat we opnemen, zijn ze ook even niet leverbaar in Amerika. Krijg je een set van 12 diertjes. 12 diertjes. Dat zijn 7 verschillende diertjes die hierin zitten. Dus de kleur kan wel verschillen als, maar het zijn 7 verschillende vormen. Nou, dit is natuurlijk een heel leuk ding om als giveaway te gebruiken. En met giveaway bedoel ik dat je het diertje ervan maakt en dan tegen de kinderen zegt, alsjeblieft, die is voor jou. Maar dan is na 12 keer jouw doosje leeg. Jawel, we hebben de oplossing. Refills, zakken van maar liefst 100 stuks. Ook hier weer 7 verschillende vormen. Wel in meerdere kleuren. Allerlei diertjes, dezelfde diertjes overigens hierin zitten. En een grote zak van 100. Wat kost het? De Any Minimals set met video. Hier kan een instructievideo bij. Dus ik geef ze allemaal ideetjes hoe je op allerlei manieren de ballonnen kunt laten veranderen in figuurtjes. Dat wat ik net deed was een mogelijkheid. Deze kost €21,95. Dan als je dan zegt, nou ik weet hoe dat werkt. Of je zegt, nou ik heb die hele starter set sowieso niet nodig. Want ik kan dat zelf bedenken. En ik heb thuis toch al gewone ballonnen. Dan koop je een zak van 100 voor €43,95. Moet je even goed nadenken. 2 van deze sets net zo duur als 1 grote zak. Dus in verhouding is dit voordelig als je zeker als je weet hoe je het moet doen. Any Minimals van Billy Damon. Superleuk ding. Uitgebracht onder het Amaze Kids label. Waar alleen al maar alle dingetjes die daarmee zijn uitgebracht zijn altijd een succes geworden. Zeer goede dingetjes. Dat was dat. Dan, het is weer rond de middag. Heb ik eigenlijk wel langzaam honger gekregen. Kijk, ik heb hier heerlijk ben gek op Doritos. Sorry dat ik weer al onder de video uit. Maar eigenlijk is het ook niet netjes om te eten tijdens de video. We doen even dit, wacht even. En we fixen het chipje, de Dorito weer. Tot een normale Dorito. Nou, wat is dit? Dit is Dorito Bites. En Dorito Bites laat je een stuk van een chipje af eten en weer herstellen. Nou, je kan niet alleen eten, je kan ook zeggen ik breek er een stuk van af. Zo, op, breek er een stuk van af. En doe dan bijvoorbeeld dit, komt hij weer terug erop. Kan ook, is ook een manier. Je krijgt een speciale Dorito, zeg maar, in een mooi bewaarblikje. Daar leg ik hem nu ook terug in. Met een instructievideo. En mocht er ooit iets mee gebeuren, geen paniek, er zit ook reservemateriaal bij. Dat je hem altijd kunt repareren. En Dorito Bite, vriendelijk prijsje. €27,50. En het leukste is natuurlijk als je deze of stiekem in je hand hebt, dan een nieuwe zak chips pakt, Doritos wat we staan, je trekt hem open, je doet alsof je hem uit de chipszak haalt. Dat is natuurlijk nog veel beter, omdat ik het zo nu doe,
Maar ik had geen zak nacho cheese chips bij de hand. Doritos, zeg maar. Dus dat was de Dorito Bite. Dan heb ik hier een kaartspel. Hoppie, een kaartspel. Bicycles, rode bicycles, niks bijzonders verder. Een toeschouwer die mag ergens een kaart uitkiezen. Nou, ik doe het even eerlijk, ik zal niet kijken zelf. Ik ga gewoon hier, ik weet niet wat ik nu te pakken heb. Een klaverkoning, dat is niet zo heel duidelijk om op te schrijven. Maar het gaat even om het idee. Ik doe even dit, René. En ik zet hier even neer, K van klaverkoning. Super origineel. En we hebben nog een envelop. Ik zal zo meteen even uitleggen wat er met die envelop aan de hand is. Nou, daar is niks meer aan de hand, maar waarom die hier ligt. De gekozen kaart met daarop René en KK gaat ergens midden in het spel. Zo. Dan schudden wij het spel nog eventueel door elkaar op deze manier. Zo, dat de kaart onvindbaar verstopt zit in het spel. Dus dat is ergens hier. Maar waar precies weten we ook niet. Het zit ergens hier... Hier tussen, hier ergens, of hier, of hier, of hier. Raadsel. Waar is de kaart? Nou, je zou zeggen, hij zoekt naar een markering, maar er zijn geen markeringen. Er is niks gemerkt, want de toeschouwer had een vrije keuze. Dan zeg je tegen de toeschouwer, zoek maar een kaart waarvan jij denkt dat het jouw kaart is. Sterker nog, ik ben zo zeker dat we jouw kaart gaan vinden in elk geval, dat ik geld in deze envelop heb gestopt. En je krijgt het geld als ik de kaart niet, of als we de kaart niet terugvinden. Oké, en een toeschouwer zegt bijvoorbeeld, ik denk deze. Oké, dus jij bent zo zeker dat dit jouw kaart is, dat jij mijn geld gewoon op het spel zet hiervoor. Is het brutaal, maar het kan. We gaan kijken, want je had de, welke kaart had je gekozen, zegt toeschouwer, de klaverkoning. De klaverkoning, oké. En dit is de ruitenboer. Wacht even, oké, dat is natuurlijk vreemd. Want hier is natuurlijk ook geen klaverkoning meer in het spel. Dat is op zich vreemd. Maar laten we eens kijken, want in deze envelop namelijk, daar zit ook iets in. Dat willen we uithalen. In deze envelop zit namelijk een ander envelopje. Dat halen we er eventjes zo uit. Zie. Een envelop en een envelop. En in deze envelop, ik zal het even zo eerlijk mogelijk doen, zit, zoals ik zei, een bankbiljet. Zie. Een bankbiljet. Maar naast het bankbiljet zit er ook nog een kaart in. Nou, en als we die kaart eruit halen, dan blijkt dat te zijn de klaveren koning. Dat is een hele mooie truc en die truc die heet Manila Envelope. Nou, het is voor mij de eerste keer dat ik deze doe. Dus het is voor mij, spannend is het foute woord, maar ik ben heel blij dat het in ieder geval allemaal gelukt is. Killer in Manila, moet ik zeggen, zo heet die. Prachtig effect van Alex Latorre, uitgebracht door Mark Mason. De kaart zal ik laten verdwijnen zo. En Mark Mason die brengt zo heel veel mooie en praktische effecten uit. Ik zag deze in Blackpool, daar liet Mark hem zien. En toen dacht ik al, oh wat een geniaal ding. Want als je ziet hoe dit werkt, dat kun je zelf niet bedenken. Dat durf ik best te zeggen. Het is zo eenvoudig, maar zo, als je van gimmicks houdt, dan is dit echt gaaf. En klaar voor gebruik. Het enige wat je nodig hebt is dit. Plus een spel rode bicycles. En een sharpie eventueel als je de kaart wil laten signeren. En klaar. En een bankbiljet als je een bankbiljet erin stopt. En klaar. Killer in Manila kost $43,95. En vang je dus kant en klaar. Met een online instructievideo. Serieus. Een aanrader. En hoe vaker je hem doet, hoe soepeler dat hij gaat natuurlijk. Dit was voor mij echt waar. De eerste keer. Nou, nu we het toch over kaarten hebben. Ook een fantastisch boek. Kijk hier. Dit ziet er alleen al mooi uit. Dit is de... Ja. Carrying case. We zeggen de bewaardoos. Alleen al. The Boy Who Cried Magic. By Andy Gladwin. De man die al meer dan 100 boeken schreef voor andere goochelaars. Heeft er nu eentje over zichzelf geschreven. Kijk, dit alleen al. Echt een serieuze... Degelijke mooie slipcase, zoals we het noemen in Amerika, in het Amerikaans, Engels. Het mooie boek van Vanishing Ink, Joshua J. en Andy. En het staat boordevol met
allerlei kaarteffecten. En als je dan ook ziet hoe dat er allemaal uitziet, hoe mooi het gemaakt is, allemaal kleurenfoto's. Schitterend mooi allemaal. Hartstikke duidelijk ook allemaal. Volgens mij zijn ze buiten de boel aan het verbouwen hier. Ik weet niet of jullie het ook horen, maar er gebeurt van alles. Echt heel mooi. Opgedeeld in een aantal categorieën. Je hebt trucs voor close-up. Je hebt trucs, technieken. Je hebt at the card table. Je hebt stand-up magic. Dus je hebt ook nog allerlei categorieën. En natuurlijk Andy Gladwin zelf. Mocht je hem nog niet kennen. Echt een aanrader. Goh, elke serieuze kaartgoochelaar. Of iedereen die geïnteresseerd is in kaartgoochelen ook. Dit is ook altijd mooi. Ik moet altijd papiertjes zoeken als ik een boek lees. Stop er iets tussen. Zodat ik weet waar ik ben. Hier heb je mooi een lintje wat je kunt gebruiken daarvoor. Dus is aan alles gedacht. En The Boy Who Cried Magic kost €54,95. Mooi ding voor onder de kerstboom. Dat is nu wat laat, want het is al kerst. Maar is zeker een aanrader. Even spieken. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? We hebben nog meer in de aanbieding. Dit. Denk je, wat is dat? Een klein houten doosje. Jaren geleden, ik denk dat het was in ongeveer 2013, 2014, organiseerde ik in de winkel een basiscursus goochelen. Er zaten mensen aan deze tafel, die stond er nog daarachter. En leerde ik hun goochelen. In 3 of 4 avonden kreeg ze een complete basiscursus goochelen, waarmee je een close-up programma van 20 minuutjes tot een half uurtje kon vertonen als je die af had. Het was zoveel informatie, het was voor mij de eerste keer, ik had de cursus zelf samengesteld, dat mensen op het einde zeiden: wat een boel dingen hebben we geleerd. Dat kan ik nooit allemaal onthouden. En toen zei ik, weet je wat, anders maak ik gewoon even video's van wat we hebben gedaan. En dan geef ik die jullie mee. Nou, een van de cursisten zei, nou, ik heb een productiebedrijf. Dus ik kan dat gewoon professioneel filmen met meerdere camera's. En dan maken we er echt een product van. Top idee. En zo kwam de basiscursus goochelen DVD op de markt. Nou, inmiddels is die uitverkocht. En wilde ik eigenlijk nieuwe laten maken, maar kreeg ik ook de tip, luister, dvd's. Er zijn mensen die ons wel eens bellen als ze een truc kopen met een dvd. Ja, ik kan de dvd niet afspelen, want ik heb geen dvd-speler meer. Ja, dat begrijp ik. En ze zei, de maker van de dvd's toen de tijd, misschien moet je het moderner maken. Je kan dus download maken, maar je kan misschien ook op een usb. Ik zeg, dat is een tof idee. Dus we hebben nu de basiscursus goochelen op een usb-stick. In een gaaf houten kistje gelaserd. Zo. Kijk, en we hebben hier de USB-stick met Dynamo Magic Shop logo ook gelezen. En daarop staat maar liefst 26 gigabyte aan video's. Je leert alles wat je kunt bedenken. Trucs met touw, trucs met kaarten, trucs met munten, met elastiekjes, dingen laten zweven, cups en balls, sponsballen. Noem maar op, van basistechnieken tot complete routines. Je leert het allemaal in deze video's. Deze USB kost €24,95. Hij past in de brievenbus, dus hij kan in een brievenbusdoosje. Dus je hoeft in ieder geval thuis te blijven ook. Een aanrader. Echt een aanrader als je dat, als je wil leren goochelen. Of je vindt goochelen leuk, maar weet nog niet precies hoe alles werkt. Dit helpt je echt een eind op weg. Want we hebben enorm veel reacties van klanten die zeggen: René, want zo heet ik. Het is echt een super ding, die video of die DVD toen. Want ik heb er echt heel veel van geleerd. En ik kijk er nog steeds vaak. En dat is op zich goed. En niet dat ze hem heel vaak kijken, want dan zou het kunnen dat het slecht was. Ze denken, hè, wat zegt hij nou? Maar dat is niet het geval. Het is een hele helder video, professioneel geproduceerd. Ja, het is wat saai alleen, hè? Ja, ik had het graag alleen niet gehad, maar het is wat saai alleen. Ik heb een voorspelling. En ik heb geen standaardje en ik kan ook geen standaardje bouwen, maar ik leg hem gewoon even hier neer. Dan blijft hij in ieder geval in het beeld. En ik heb een aantal enveloppen. Ik heb 3 kleuren. Deze, deze en deze. En ik spiek even, maar ik weet zeker dat het klopt. Ja. Hier hebben wij namelijk, als je ooit gehoord hebt van het spel Cluedo, dan weet je waar dit over zou kunnen gaan. Ik heb hier 4 enveloppen met daarin mogelijke moordwapens. Ik heb hier 4 enveloppen met daarin mogelijke locaties. En ik heb 4 enveloppen met 4 mogelijke moordenaars. Nou, toeschouwers mogen volkomen vrijwillig van elk van deze eentje kiezen. Dus niet noem een getal,
Dan kun je van twee kanten aftellen. Nee, nee, ze mogen het zo. Ik doe dit en een toeschouwer mag gewoon eentje aantikken. Ik ga wegwijzen en ik doe gewoon dit. Dus ik zet die weer, ik kijk of ik iets raak. En ik raak nu bijvoorbeeld deze. Leggen we even hier neer. Zo. Dan hebben we deze nog. De groene. Ik beweeg alles van elkaar. Ik ga omhoog met de dingen. Ook dezelfde, volgens mij hetzelfde idee. Dat zijn die. En we hebben de oranje nog. Nou, dat is beter niet. Het is deze op dezelfde plek. Oké. Okay. Dus, voor het idee. We hebben gekozen een moordwapen. Een locatie. En een moordenaar. Nou, ik ben even benieuwd. We gaan beginnen met de moordwapens. Wat we niet gekozen hebben, dat zijn een mes. Enveloppen zijn trouwens allemaal leeg. Mensen mogen allemaal checken als je wil. Een kandelaar, oftewel een candlestick. En een rope. Oké. Okay. We hebben als locatie niet de lounge gekozen. We hebben als locatie niet de badkamer gekozen. En we hebben als locatie niet de game room gekozen. Dan ben ik benieuwd. De moordenaars. We hebben niet gekozen voor Mrs. Peacock. Dat zijn echt de Cluedo naam ook. We hebben niet gekozen voor Colonel Mustard. En we hebben niet gekozen voor Mr. Green. Nou, ik weet uit mijn hoofd even niet wat we nu wel gekozen hebben. Maar we gaan het zien. Want we hebben gekozen als moordwapen. Het lijkt heel verdacht om je te doen, maar het is niet. Een revolver. We hebben gekozen als. Is het, enveloppen zijn ook verder leeg. Locatie, de keuken. Ik zal het even zo doen. En we hebben gekozen als zijnde de moordenaar voor Mrs. Scarlet. Oké. Okay. En nou ligt hier al de hele tijd een voorspelling op tafel. Ik zal hem openen. Envelop. Envelop is verder leeg. En het zijn originele kaartjes van het Clued Up spel. En daarop staan genoemd als moordwapen, als moordenaar, Mrs. Scarlet. Als moordwapen de revolver. En de moord is gepleegd in de keuken. Dus dat is Clued Up, heet het. En Clued Up, ik ruim het even een beetje op. Zo. Clued Up, dat is eigenlijk ja, gebaseerd op het Cluedo-spel, zeg maar. Dat is redelijk duidelijk, dacht ik. Zo, de rest doen we later. Gebaseerd op het Cluedo-spel. Je krijgt het helemaal compleet zoals ik het hier heb. In een mooie verpakking. Clued Up. Het doosje ziet er zelfs uit. Het staat op LKSM Games. Je zou het doosje erbij kunnen pakken en zeggen, heb je het al gehoord? Ja, er is een nieuw spel uit. Blablabla. En dan kun je zelf dit doosje daarvoor gebruiken. Dit is de normale versie. Dat wil zeggen de normaal formaat. En we hebben ook nog de pro-versie. We hebben het al vaker gezien in andere filmpjes. De pro-versie is bijna zo groot als dit doosje. Dan heb je vele grotere kaarten. Dan passen de kaarten zeg maar net in deze envelop. Dus het geeft even aan hoe groot ze dan zijn. Hebben we Clued Up kost in normale versie €31,95 zoals ze hier ligt. En in de grote versie €38,50. En dan komt het mooiste van alles. Je kan dit groots aanpakken. Dat is zo'n podium. Je kan het mooi neerzetten op standaardjes allemaal. En het is zelfwerkend. En je hoeft niks te forceren. Hoe goed is dat? Clued Up by Alakazam en Jamie Dawes. Erg, zijn het goed? Zijn het goed? We hebben zoveel dingen. Dat is ook van Jamie. Ja, dit is van Jamie Dawes, absoluut. Ja. Aanradertje dus. Ja, ook weer zoiets gaafs. De DMC Elite speelkaarten. Het liefst zou ik alles onthullen. Dat ga ik niet doen. Maar dit is een van de beste spellen die er bestaan. Waaraan je kunt zien welke kaart het is. Dus ik kan gewoon hier zien dat dit een klaveraas is. Zie? Of ik kan hier zien dat dit een schoppetien is. Ik denk, mensen, ja sorry, maar dat is ook wel heel makkelijk. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar je kan het ook voelen. Je kan gewoon door bijvoorbeeld dit te doen, voelen dat dit een beetje een harte 3 is bijvoorbeeld. Zie. Dus dan kun je ook kaarten voelen. Dus je kan voor een andere plek, pak je een kaart en je voelt gewoon. En dan voel je dat dit een klaverboer is bijvoorbeeld. Zie je, een klaverboer. Het leuke is ook dat je. Nou, dit is een speciaal spel. Het valt onder de categorie Marked Decks. En je kijkt hier. Ik zal deze even neerleggen op
de ruiten 8. En hier staat met koeie letters opgeschreven welke kaart het is. Dat is niet alles, er staat ook opgeschreven dat het de 29ste kaart is in een mnemonica stack. Dat betekent dat ik dan daardoor zou kunnen weten wat de 28ste kaart is in een mnemonica stack. Dat is deze. Dus niet alleen staan de kaarten erop, maar ook de locatie in de stack. Dus dan weet je welke kaart erboven en eronder ook nog ligt. Het is super goed gemerkt, want ik kan het gewoon gerust zo laten zien. Een toeschouwer ziet niks. Sterker nog, goochelaars zien het ook niet. Totdat we uitleggen hoe het werkt. En dan zeggen ze, ja, maar dat ziet iedereen. Geloof me, dat is niet het geval. Dit zijn de DMC Elites 5. De versie V5, Romeins. Wat is er anders dan de 4? Nou, de 4 was sowieso groen. En de 4 had enkel de kaartmarkeringen. Deze hebben dan de mnemonica stack volgorde er nog in zitten. Het DMC Elites deck kost €21,95 in deze uitvoering. Maar we hebben ook nog de 4 versie. Als je zegt, ik vind het leuk, maar ik hoef al die extra markeringen er niet op. Kun je ook gewoon de versie 4 bestellen. Hebben we ook nog gewoon op voorraad. Dan nog iets heel leuks. Ik heb het zelf ook nog niet gedaan, maar ik kan bij zeggen. Superleuk ding. Ik heb hier namelijk een kleine pieper. En dan kun je tegen de toeschouwer zeggen, oh, probeer ook maar eventjes. Een toeschouwer doet dit. En die doet het niet. Grapje. Ik heb namelijk nog een pieper in mijn hand. En dat is namelijk de pieper die piept. Als ik dan dit doe, heb ik deze in mijn hand, zeg maar. En dan kan ik hierop drukken. En dan hoor je eigenlijk deze. Snap je? Dat is eigenlijk het idee. Kijk, want deze doet het niet, zie. En die doet het ook niet. Dat is raar. Even kijken. Ah, die wel. Nou, maar dat komt weer omdat ik eigenlijk een pieper in mijn hand heb die eigenlijk weer wel piept. Dus dat betekent dat dit is, zeg maar, de pieper. Zie je, en deze piept niet. En die ook niet. Dus dan kun je dingen verplaatsen. Doe bijvoorbeeld dit. En doe bijvoorbeeld dit. Dan zegt die toeschouwer, welke piept er? En zegt de toeschouwer, dat is makkelijk, dat is deze. Nee, het is deze die piept. En dan kun je bijvoorbeeld nog zeggen, oké, doe het nog een keer. We hebben het door elkaar, zo, hop. Waar ligt degene die piept? De toeschouwer, dat is deze. Nee, het is deze. Dat is niet erg. Wat we doen is dit. We leggen degene die, een van die niet-piepers leggen opzij, zo. En doen het alleen met deze twee, bijvoorbeeld. Nou, en dan husselen door elkaar, bla. En zegt toeschouwer, oké, welke piept er? Zegt toeschouwer, deze. Nee hoor, kijk maar, die piept ook niet, helaas. Want degene die piept ligt nu hier. Nou, je kan ervan maken wat je wil. Er zit een uitgebreide video bij met hele leuke instructies. Dit heet Magic Beep. Komt van Pagani Magic in Denemarken. Van Kim Anderson. Superleuke routine. En ik laat hier maar een klein stukje zien. Maar ongelooflijk hoeveel we er hier al van verkocht hebben. Je krijgt het helemaal compleet. 3 piepers. Online video instructies. En een bewaarzakje. Hey, en luister even voor een prijs van €17,50. Als je deze niet al hebt, want er zijn er al een heleboel de deur uit. Dan is dit serieus een aanrader. Het is echt een leuk ding. Magic Beep. By Kim Anderson. €17,50. Leuk klein dingetje. Kun je altijd bij je dragen als je het zet. Dan piept alles. Maar goed. Het zou ook kunnen natuurlijk. Even denken. Ja, alles is hier gewoon een soort van experimenteel. Dat maakt het wel een beetje raar. Ik heb hier een groot boek. En in het boek daar staan allemaal superhelden. Zoals je kunt zien. Allemaal superhelden. Normaal draag ik een mondmasker, daar heb ik hem niet om. Dit zou dan deze zijn. Ik leg hem even hier neer, dat je niet denkt dat ik 20 mondmaskers heb. Zie. Een toeschouwer, een jongetje staat hier links van mij, die mag ergens stop zeggen. Doe dit, zeggen stop, zegt hij. Stop, zeker weten, ja. En zeg je, ah, Spider-Man. Oké, goed onthouden, Spider-Man. Mannetje rechts, jij mag ook ergens stop zeggen. Mannetje, kind. Stop, zegt hij. Oké, stop. Jij hebt, ah, dat is de Hulk. Onthoud goed, de Hulk. Onthoud goed Spider-Man. Jullie hadden de keuze uit allerlei figuren. Jullie kiezen Spider-Man en de Hulk. Oké. Dan doe je je mondkapje voor. Zo. Dat heb je eigenlijk al de hele tijd voor natuurlijk. Maar als hoor je mij niet praten. En dan zet je dat op. Je gaat eroverheen. En je hebt de Hulk. En jij hebt Spider-Man. En je doet dit. En je hebt Spider-Man. En zo kun je allebei de onthullingen maken. En dit is Unmasked Kids. Je had al de versie Unmasked gezien in een eerdere product update. Waarbij je eerst een versie van eerst een gekozen kaart onthult door doorheen te wrijven. En dan ga je nog een keer overheen. En dan verandert het ook in een soort superheld. In een Joe, in de Joker of in een Venom. In een figuur wat gekozen is van een andere fotokaart. En hier is een echte versie van Kindershow. Je kan natuurlijk ook gewoon met één ding onthullen. Boom, Hulk, klaar. Of boom,
Spider-Man klaar. Je hoeft geen twee dingen tegelijk te ontwikkelen of achter elkaar. Je kan er ook gewoon voor één kiezen. Unmasked Kids, compleet met mondmasker en het speciale boek, heb je wel nodig, tenminste. Je kan het ook anders doen, maar het boek neemt al het werk uit handen. Kost €72,50. Ook een erg leuk ding. Geen zorgen, deze is onze demoversie. Die houden we ook als demoversie, je krijgt deze niet opgestuurd. Omdat ik hem gedragen heb, dat je het even weet. En ze kunnen heel voorzichtig op de hand gewassen worden als dat nodig mocht zijn. Ik zou hem niet preventief gaan dragen als zijn mondkapje. Daar is het ook indirect voor bedoeld. Het is wel gemaakt van goedgekeurd materiaal waarvan mondkapjes gemaakt worden. Dus Unmasked Kids, leuk ding. Eens even zien. Ik pak er eventjes iets erbij. Want ik heb hier namelijk nog iets grappigs en dan moet ik even kijken. Ik heb namelijk hier een klein doosje. En in het doosje stoppen we een speelkaart. Ik zet hem even hier zo in. Zo, oké. Komen we later op terug. Want, pak het kaartspel dat we zo net hadden ook even terug. Dat is deze. En een stift. Een toeschouwer. Die mag een kaart kiezen ergens uit het spel. Vrije keuze, zeg ik erbij. Vrije keuze. Maar we gaan even voor het idee. Voor deze kaart. Wat hebben we? Oh, dat is een mooie kaart. Een harte aas. Daar schrijf ik met koeienletters op. René. Harte aas. Doe ik even zo. Deze kaart gaat in het spel. Hop. We schudden de kaarten helemaal door elkaar. En de kaart zit ergens in het spel. Ik heb geen idee waar. Want de kaart zit namelijk verstopt ergens in het spel. Maar nou komt het leuk. Ik ga mijn vingers knippen. Knip. En als het goed is, is de kaart dan omgekeerd in het spel. Niet zo omgekeerd, zo. Dat zul je niet eens zien, want je ziet als je kaart zo omdraait, gebeurt er niks. En de kaart harte aas hadden we zitten dan volledig omgekeerd in het spel. Zoals je kunt zien, nou, dat is de ruiter aas, daar een klaver aas. En de harte aas zit dan volledig niet omgekeerd, blijkt dus, in het spel. Dat is vreemd, zullen we maar zeggen. Dat is heel vreemd. Maar we hebben hier in dit doosje een kaart zitten. En dat is grappig, want als je dit doosje er namelijk bij pakt, op deze manier, en je haalt de kaart die erin zit uit het doosje, op deze manier, en je gaat bekijken welke kaart dat is, dan blijkt deze kaart te zijn de harte aas. Hoe dit eruit zag, zie ik straks pas. Wat is dit? Dit is de Vision Box 2.0. Nou, de Vision Box 1 heb ik heel veel gedemonstreerd. Maar lang niet meer gedaan, heel lang niet meer gedaan. Het is wel even weer een dingetje niet. Een kartbox. En wat is het toffe aan deze? Je kan van tevoren een kaart tonen, opvouwen en erin stoppen. Het is dus geen kastje wat klaar staat met iets erin wat op een kaart lijkt. Dit was gewoon een kaart die je net in zag zetten, zeg maar. Mijn doosje is trouwens verder echt gewoon leeg. Mensen mogen gewoon ook kijken of onderzoeken. Niks te vinden verder. Hoef ik niks weg te moffelen. En de gekozen kaart, die komt dus keurig gevouwen terecht in dit doosje. Nou, je ontvangt het speciale doosje. Jawel, het is een speciaal doosje. Inclusief instructievideo, inclusief een resetting tool. Een resetter duurt ongeveer 5 seconden. Het gaat super snel. Je kan het gebruiken met rode bicycles, met blauwe bicycles. Je kan het gebruiken met voorspellingen. Dus dan heeft de hele tijd al een briefje ingezeten. En op het laatst van je act blijkt dat een voorspelling die de hele tijd in het doosje heeft gezeten te matchen met alles wat de mensen hebben gekozen. En optioneel kan je zelf nog, ook als je andere kaarten gebruikt, kun je ook verwerken. Dan moet je even daarvoor wat maken. Maar dat is niet onmogelijk. De uitgebreide instructievideo leert je alles wat je moet weten hiervoor. Wat kost dit? Het kost €82,50. Is gemaakt door Joe Miranda. Dus je weet dat je een goed product hebt. Want die beste jongen maakt geen rommel. Alleen maar goed spul. Waarover nagedacht is. En zeker een 2.0 betekent dat er al ooit een 1.0 was. Dus het kan alleen maar beter worden. Alright.
Doos. Nicolas Magic Kit. Nou, Nicolas, onze grote gokkenvriend uit België, bekend van zijn eigen programma Nicolas, heeft nu een grote gokkeldoos uitgebracht. Ik ga je even de achterkant laten zien. Doe even via de camera boven. Daarop zie je namelijk, kijk, het schijnt met je licht op, doe ik het even zo. Wat er allemaal in zit, de zelfknopende schoenveters zitten erin, een Svengali-spel zit erin, de inkt waarmee je tekent en die verdwijnt, weg. Lucifer-doosjes waarvan je er eentje dichtmaakt en de ander gaat open en omgekeerd zit erin. Loterijenkaartjes zitten erin, lampjes uit de lucht plukken zitten erin, een zwevende bankpasje zitten erin, een pet waarmee je, waar je spullen in kunt stoppen en die veranderen in andere spullen zit erin, lepels die vanzelf buigen en die kun je uit handen geven voor onderzoek zit er ook in, water in een flesje wat je ondersteboven houdt, je haalt je vinger weg en het blijft zweven in de fles zit er ook in, verdwijnend kaartspel, je neemt een echt kaartspel, stop je in een doosje, draait het doosje om, compleet het kaartspel weg zit er ook in, sponsballen zit er ook in, een verdwijnende zakdoek zit er ook in. En een zweeftruc. Nou, ik heb uitgerekend. Heel veel van deze dingen verkopen we los, zeg maar. Dan zijn ze niet van Henkie Penkie die deze doos maakt, maar van allemaal de bedenkers van elke truc. Als je dat loskoopt, kom je op €185 uit. Deze doos kost €39,95. En dan wordt geclaimd, en dat is ook zo natuurlijk, maar er zitten 80 verschillende trucs kun je hiermee doen. Dit zit natuurlijk alle materiaal erin zitten, maar met sommige dingen kun je meer effecten vertonen. Dus 80 trucs kun je doen met deze goocheldoos van Nicolas uit België nogmaals. De doos bevat een heel boekje. Instructieboekje in het Nederlands, voorzien van veel foto's. Dus daarin leer je exact al deze trucs. Aanradertje dus. Ben je beginner en wil je meteen bam een hoop leuke trucs hebben? Nicolas Magic Kit. En dan zijn we er al bijna. Zo, ik ga het record breken volgens mij niet. Wat is dit? Wat is dit? Een etuietje met daarin één zwarte fiche en één wit fiche. Zwart fiche. Wit fiche. Let op. Let goed op. Want waar zat het witte fiche en waar zat het zwarte fiche? Let goed op. Wit, zwart. Boom. Zwart zit namelijk nu hier en wit zit namelijk nu hier aan deze kant. Maar let op. Supersnel springen ze terug naar de andere hand. Nog sneller. Wat je eigenlijk niet ziet is dat ik ze stiekem overgooi. Op het moment dat ik dit doe, gooi ik ze eigenlijk van de ene naar de andere hand. Sorry, je gelooft het niet? Je gelooft mij niet? Hoe kan dat nou? Laatst was ook al zo iemand die zei, ja, overgooien. Volgens mij draai je die gewoon om. Draai ze om. En toen zei ik, oh, jij denkt natuurlijk die witte is aan de achterkant zwart en die zwarte is aan de achterkant wit. Dat zou natuurlijk een optie kunnen zijn, maar als dat zo was, dan hadden we nooit rode fiches gehad. Sterker nog, dan hadden we ook nooit groene fiches gehad. Hadden we ook nooit blauwe fiches gehad en ook nooit gele fiches gehad. Want we begonnen namelijk met een zwarte en een witte fiche en niet met een rode, een gele, een groene en een blauwe. En dan eindig je met dit en mensen mogen alles onderzoeken. Je hoeft niks weg te werken, het is volledig zoals het hier is. Nou, we hebben exclusief van Andy Hearst hebben wij een aantal producten, waaronder deze Monochrome Surprise. Het is eigenlijk de klassieke Color Changing Brass Chips. Poker Chip Poker heet die ook wel. Color Deception heet die ook wel. En ik vind dit persoonlijk de allerbeste versie. Waarom? Nou, niet alles verklappen. Maar er zit nooit iets los. Dat is één. En je hebt niks extra's meer nodig om de truc nog een keer te doen. Behalve dit. Dat is eigenlijk het basisidee. Ik berg nu alles keurig netjes op, zeg maar, in mijn mapje hier. Zo, dit is fiche nummer 1. En dit is fiche nummer 2. Zo, even voor het idee. En het mooie is dat nu alweer alles gereset is. Nou, en als je weet wat ik bedoel, je hoeft het niet zo te doen. Maar als je weet wat ik bedoel met resetten, dan weet je hoe handig dat dit is. Want het is gewoon alles in één. Monochrome Surprise ontvang je met Nederlandse instructies en Engelse instructies voor de prijs van €35, inclusief een echt lederen bewaaretui, wat tevens je hulpmiddel is om te resetten. Geniaal. Exclusief bij Dynamo Magic Shop.
En daarmee is mijn stoel aan de linkerkant officieel, nou ja. En daarmee is mijn stoel aan de linkerkant officieel leeg verklaard. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze product update nummer 122. Vanaf deze weg wil ik jou namens mijn vrouw Claudia, namens Leon en namens mezelf hele fijne kerstdagen en feestdagen wensen. Een schitterend oud jaar en een heel veilig, gezond en vooral magisch 2021. Let even op de openingstijden. Nou ja, we zijn natuurlijk gewoon dicht tot 19 januari. Maar let even op de openingstijden wat betreft verzenden. Zo zijn je oudjaarsdag zijn we dicht. We zijn 2 januari dicht vanwege inventarisatie. Nieuwjaarsdag, dat je even in de gaten houdt dat er dan ook geen pakketten verstuurd worden. Dat je niet denkt, hé, maar ik heb op 30 december iets besteld en het is nog steeds niet verstuurd. Dat kan, want oudjaar en nieuwjaar zijn we bijvoorbeeld gesloten. Vind je allemaal terug op onze website of Google openingstijden kan ook natuurlijk. Dus vanaf deze weg allemaal hele fijne dagen. Ik wil iedereen bedanken voor de enorme steun het afgelopen jaar ook. Want het is voor ons ook geen makkelijk jaar geweest. Ook wij merken, omdat die hele sector natuurlijk voor een groot gedeelte plat ligt. We zijn namelijk ook mensen die gelukkig ook het online goochelen hebben ontdekt. Dus niet iedereen heeft niks te doen, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen die toch wel een nieuwe markt hebben aangeboord. En dat is heel mooi om te zien ook. En amateurs die veel thuis zitten, die denken, tof, ik wil nieuwe trucjes leren. Dus die hebben daar meer tijd voor gehad. Dus we zijn iedereen heel dankbaar voor alle steun die wij afgelopen jaar hebben gehad. En ik hoop elkaar weer terug te zien in elk geval 2021. Mensen, het gaat jullie allemaal goed. En tot de volgende keer. Doei!